allemaal. In deze video ga ik jullie enkele tips geven en uitleggen hoe je het beste balken kan springen. Oké, we zijn aangekomen bij de eerste stap. Voor we overgaan naar het springen is het zeer belangrijk om te weten welke voet naar voren gaat wijzen tijdens het springen. Dit kun je zeer eenvoudig testen door gewoon zo te gaan staan. En de voet die je dan als eerste zet, die zal tijdens het springen ook naar voren moeten wijzen. Voor we overgaan naar het springen zelf over de balk, is het zeer belangrijk dat we de bewegingen goed onder de knie hebben. Het begint eigenlijk allemaal met het voorwiel op te tillen. Dit kun je zeer eenvoudig oefenen door gewoon door je armen te gaan, dan weer uit te strekken en zo komt je voorwiel van de grond. Dit moet je eerst zeer goed onder de knie hebben voor je over een balk kunt springen. Nu we het al goed onder de knie hebben om ons voorwiel op te tillen, is het natuurlijk de bedoeling dat je achterwiel mee van de grond komt. Je achterwiel komt van de grond door aan je klikpedalen te trekken. Dit kun je ook zeer eenvoudig testen, gewoon op een grasveldje door je voorwiel op te tillen en daarna gewoon je achterwiel. Dit moet je eerst zeer goed onder de knie hebben, vooraleer deze beweging echt zo vloeiend gebeurt over die balk. Oké, we zijn nu aangekomen bij de volgende stap. Door gewoon ons voorwiel op te tillen en daarna ons achterwiel gaan we natuurlijk niet hoog over die balk kunnen springen. Daardoor is het de bedoeling dat deze beweging zeer vloeiend gebeurt. Daarvoor zijn ook een paar stappen nodig. Als je naar de balk toe rijdt, is het de bedoeling dat je met je armen klein gaat maken. Wanneer je in de lucht komt, strek je je armen uit en plaats je je gewicht naar voren, waardoor je achterwiel zo van de grond komt. En daardoor krijg je deze vloeiende beweging die we nodig hebben om over die balk te springen. Oké, nu we weten hoe we moeten springen, is het natuurlijk de bedoeling dat we dit uiteindelijk op de balk kunnen. Daarvoor gebruiken we niet direct een balk van 40 centimeter. Maar is het gewoon makkelijk om een balk te pakken wanneer je er tegen springt, dat deze zo omvalt en hier gewoon op oefenen, oefenen, oefenen en uiteindelijk kun je zo je hoogtes makkelijk opbouwen. Oké, ik ga met jullie nog eens korte stappen overlopen. Als we naar de balk toe rijden, is het belangrijk dat we door onze armen gaan. Wanneer het voorwiel van de grond komt, plaatsen we het gewicht naar voren, waardoor ons achterwiel ook van de grond komt. En dan is het alleen nog maar landen. Oké, allemaal. Ik hoop dat deze tips nuttig waren. En vooral dat jullie iets geleerd hebben. En hopelijk lukt het nu toch goed om over die balk te springen. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende video.